Paarden draaien. En nu blijft de vlag naar beneden. Start gevallen. Goeie start aan de binnenkant van Yariba. Tweede plek aan de buitenkant is voor Wanne van Ranem. En derde de favoriet Iske Schermer. Zo gaan de paarden de bocht door. Leiding in handen van weer Rick Ebbingen. Ebbingen is weer als eerste de banden vanuit. En het is Yariba die als eerste de rechte lijn ingaat. Tweede erachter Wanne van Ranem. Dan een gaatje naar de derde plaats van Iske Schermer. Vierde is Wake Up. En op de vijfde plaats daarachter ligt Ruud Pols. En die ligt daar met Lucius Lisa. Dan de rest van het veld. We kijken ook even in de start. Laatste op dit moment is Vladimir. En de voorlaatste plaats is voor VeloZ. Paarden ronden de bocht. Als ze straks de finish passeren, hebben ze nog twee ronden te gaan. En Ebbingen weet hoe het werkt in Hilversum. De kop nemen, niet meer omkijken. En dan win je meestal. Zo is zijn ervaring, want hij won de eerste paar koersen. En nu ligt hij weer vooraan met Yariba. Op de tweede plaats Wanne van Ranem. Derde is Iske Schermer. Vierde Wake Up. Maar daar komt aan de buitenkant Zoon van Unia naar voren. Daarachter aan de relingzijde Lucius Lisa. Daarnaast komt er Rosalind. Nee, Wollon Gong, pardon. Rosalind loopt al jaren niet meer. En daarachter nog twee paarden. VeloZ en Vladimir. Zo zijn de paarden. Weer in de rechte lijn overzijde en Yariba gaat sterk door. Yariba heeft wat ongelukkige koers de laatste tijd, maar vandaag heeft hij een rijder met vorm mee. En dat is Rick Ebbingen. Ze zijn op weg naar de linkerbocht. Yariba op de tweede plaats, Wanne van Ranem. Derde erachter, Iske Schermer. En die komt van de reling af. Aan de binnenkant schuift onmiddellijk dat gaatje in. Wake Up. En daarachter Zoon van Unia. En daarachter aan de relingzijde volgt dan Lucius Lisa. Zo hebben we nog een ronde te gaan, ruim, als de paarden de rechte lijn voor de tribune weer inkomen. En de leiding is in handen van Yariba. Yariba, een gigant van een outsider. 16 tegen 1 staat hij. Daarachter op de tweede plaats de tweede favoriet, Wanne van Ranem. Derde aan de buitenkant is de opkomende favoriet, Iske Schermer. Vierde aan de relingzijde, Wake Up. Vijfde, Zoon van Unia. Zesde plaats daarachter aan de relingzijde is dan voor Ruud Pols. En die ligt daar met Lucius Lisa. Zo zijn ze voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. En eens kijken of André Bakker nog wat in de trucendoos heeft zitten. Hij ligt op dit moment derde met de favoriet. Wanne van Ranem gaat voor hem uit. Wanne van Ranem gaat in de aanval op Yariba. En die heeft het moeilijk. Yariba, Wanne van Ranem. Wanne van Ranem aan de buitenkant naast Yariba. Daarachter Iske Schermer in de wachtkamer. En dan Wake Up. En zo zijn ze halverwege de laatste uitgeschakeld, bocht. Uitgeschakeld nummer 10. 10 galop. Iske Schermer gaat naar het derde spoor. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Yariba aan de reling. Midden van de baan. Wanne van Ranem gaat tussen deze twee. Daar komt Iske Schermer ook. Het is Yariba of Wanne van Ranem. Daar komt Willem Hamming. Wanne van Ranem de winnaar. Tweede Yariba, derde Iske Schermer en vierde Bakker. Uitslag is officieel, dames en heren, van de vijfde koers, de Parrot Car Kit prijs. En die werd gewonnen door de drie, Wanne van Ranem en Willem Hamming. Wanne van Ranem, dames en heren, fokproduct van de familie Lammerts, ook in hun bezit. Trainer Marcel Hauber en de rijder Willem Hamming. En de heer Lammerts, Marcel Hauber en Willem Hamming krijgen allemaal van de sponsor van deze koers een Parrot Car Kit. En mooier kon hij niet terechtkomen. Marcel Hauber die heeft een vrij zware rechtervoet. En Willem Hamming, zijn middelname is Speed. Dus Willem Hamming loopt ook regelmatig tegen een prent aan van het CEB. Die tijd is geweest dankzij Parrot Car Kit. En dat Willem Hamming van snelheid houdt, dames en heren, mag ook blijken uit de kilometertijd. Weer een nieuw baanrecord. De drie Wanne van Ranem wint in 1:17.7. Een gooismatras voor de tweede aankomende. En dat is Rick Ebbingen met Yariba, de 1. Derde werd de 5, Jesse Wielinga. Die noemde we onderweg net Iske Schermer. Excuses daarvoor. De enige die het niet gehoord heeft is André Bakker, maar die weet het nou dan ook. Het was wel degelijk Jesse Wielinga. Vierde was de 2, Wake Up. En vijfde aankomende, de 6, VeloZ.